is echt een mooi moment voor mij. Ja, het zal wel. Benen gewoon. Zo'n volwassen vent toen huilen. Dank je wel. Ja, ik wilde even op de eerste rij zitten bij deze performance. Ik vond het zo... Wauw. Wat is jouw naam? Habu. En hoe oud ben jij? 13. Oh. Habu, dit was speciaal. Ja, echt waar. Magie. Ik krijg nooit ergens kippenvel van. En nu heb ik het overal. Ja, ik ook. Mijn benen, mijn armen. Ik voelde het tot ik toen weet niet, ik weet niet hoe ik het heb. Habu. Waarom heb je voor dit nummer gekozen? Want ik denk dat heel veel mensen dat samen met ons denken van zo'n jonge knaap die komt hier Céline Dion zingen. Voor de vluchtelingen die van hun eigen land naar een ander land gaan. Oh. Ja. Wauw. Voor wie je ook kiest, we gaan ze meteen ons betoog doen, maar je bent een crème van de gast. Ja. 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 Hoe lang zing je al? Ja, zo'n 2 jaar of zo. Met zanglessen of gewoon op jezelf? Ja, op mezelf. Ik had op school gezongen en ik kan hier mij testen dat ik echt goed kan zingen. Nou ja, de test is ruim geslaagd. Ja. 10 op 10, puik. Mag ik iets vragen wat voor nummers je nog graag zingt? Gewoon uit nieuwsgierigheid. Ja, bijvoorbeeld van Adele. Ah ja, maar wel graag zo ballades waarmee je kunt uitpakken. Wel, dan heb ik al een paar goede ideeën voor als je voor mij kiest. Ja. Weet je, het eerste liedje dat ik ooit op de piano kon spelen was My Heart Will Go On. Dat is best wel lang geleden. Maar ik zie dat toch een beetje als een soort teken van bovenuit dat jij en ik samen moeten gaan werken. Maar ik denk als jij je echt volledig laat gaan, dat je nog veel meer kunt geven in die hoge noten en nog veel meer kunt doen met je stem. En dat is heel cool, want je staat nu al hier, dat mogen we zeggen. Dus... Ja, en ik krijg u daar. Echt waar. Ik ben groter, dus ik krijg je sowieso daarboven. Ja, maar dat mogen we niet onderschatten. Zo. Dat kleine ding hier, echt waar. Ik geloof in ieder geval keihard in mezelf als coach, maar ik geloof vooral keihard in jou als kandidaat. Ja. En nou ja, 1-1 is 2. Goed zo, Lara. Ja, voilà. Team Sean, kijk, ik ben ook nog onder 1. Ik zou gewoon zeggen, kies voor mij. Ja. Kies mij, alsjeblieft. Kies Josje. Yes! Welkom! Wat een topkeuze! Wat ben ik blij om jou in mijn team te hebben. Je hebt het zo fantastisch gedaan.